Goedenavond allemaal. Beste cirkelfamilie. Beste cirkelfamilie. Ik ga het iets korter houden. Maar ik bevestig alles wat dat Piet ook gezegd heeft. Nee, vandaag staan we aan de start van een nieuw jaar. En ik voel als ik hier sta een golf van opwinding en van trots. Als ik eventjes terugkijk op het parcours dat we de afgelopen jaren hebben afgelegd met cirkel. Want jullie zijn het volmondig met mij eens. Wat een spectaculaire transformatie zijn we met cirkel aan het doormaken. Als we kijken, sinds onze promotie in 2018 zijn we stilaan gegroeid. Maar we zijn niet alleen gegroeid, we zijn nu ook opengebloeid. De historisch rijke vereniging Cirkel heeft zich ontpopt tot een dynamische, professionele krachtpatser in de voetbalwereld. En dit, beste vrienden, is geen toeval. Dit is het resultaat van hard werken, van vastberadenheid en van teamwork. En daarvoor kijk ik naar jullie allemaal. Dankzij onze vruchtbare samenwerking met AS Monaco hebben we ons kunnen ontwikkelen van een voetbalploeg die enerzijds jonge, veelbelovende spelers de kans geeft om te groeien en te schitteren, maar die anderzijds ook sportieve resultaten boekt. Vorig jaar een zesde plaats in het eindklassement, een tweede plaats in de topschutterslijst. En dit seizoen flirten we al een hele tijd met de top 6 en hebben we de onbetwiste topschutter in onze rangen. Onze vereniging heeft ook een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van een aantal rode duivels. En ik denk dat we daar oprecht fier mogen op zijn, want het is het bewijs van onze toewijding aan talentontwikkeling. Bovendien hebben we het afgelopen jaar enkele historische transfers gerealiseerd. En die transfers zijn niet alleen financieel belangrijk voor Cirkel, maar die bevestigen ook onze reputatie als broedplaats van topvoetbaltalent. Onze unieke spelstijl, en daarvoor kijk ik naar onze coach, die wordt gekenmerkt door intensieve pressing. En dat is een ander aspect wat ons onderscheidt. En die stijl die weerspiegelt onze strijdlust. En die strijdlust die zit inmiddels diep geworteld in onze identiteit, in het DNA van iedereen bij Cirkel. Het is een stijl die respect afdwingt bij de tegenstander en die ons ook al geholpen heeft cruciale wedstrijden te winnen. Denk maar aan de laatste wedstrijd vorig jaar op Waregem, waar dat we play-off 2 verzekerd hebben op de laatste speeldag. Dit jaar, op 9 april, vieren we een monumentale mijlpaal. Het 125-jarig bestaan van Cirkel Brugge. En dit jubileum markeert onze rijke geschiedenis en symboliseert ook al tegelijk een mooie toekomst voor ons. Want door onze focus op jong talent, onze unieke spelstijl en de sterke band met AS Monaco zijn we klaar om dit jaar, maar ook de komende jaren, onze sportieve ambities waar te maken. En dat is om elk jaar iets beter te doen. Maar onze visie reikt ook veel verder dan op het veld alleen. We willen ook blijven groeien als vereniging en een positieve impact hebben op de gemeenschap die ons omringt. En de thuishaven van die gemeenschap die ligt in het mooie Brugge. En ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om de aanwezige burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden oprecht te bedanken voor de sterke band die we hebben opgebouwd in de voorbije 125 jaar. Ik was er maar een deel van aanwezig, maar bedankt. Nee, bedankt. Oprecht bedankt aan de stad Brugge dat ze ons ondersteunen in de uitbouw van een nieuw trainingscentrum op de Gulden Kamer. En dat ze heel constructief meedenken in de realisatie van een nieuw stadion op maat van Cirkel. Brugge is ook in die zin uniek dat het de enige Vlaamse stad is met 2 ploegen in de hoogste afdeling. En dit jaar, en dat garandeer ik u, belooft het een uitermate spannende strijd te worden over wie de symbolische titel ploeg van de stad zal mogen dragen. En daarom, beste vrienden, wil ik een oproep doen. Er resteren ons nog 10 wedstrijden in de reguliere competitie. Ik zou vragen dat jullie massaal onze ploeg steunen en het beste in onze spelers naar boven halen. Want wat een mooi verjaardagscadeau zou dat niet zijn voor onze vereniging. En dan rest mij enkel nog om jullie een gezond, energiek en triomfantelijk 2024 te wensen. Lang leven Cirkel.